Eén bot. Kijk, nu komt hij op mij duiven. Kijk, maar dat kan hij niet. Doe ik gewoon zo. Nee. Ha, 200 IQ plays. 200 IQ. Dit heb ik altijd al eens een keer willen proberen. En nu is het ook gelukt. 200 IQ. Clip it. Ik heb dit nog nooit iemand zien doen. Zo, zeg maar, iemand op hem af laten komen met vliegtuig. Ging dan bam, gewoon in zijn vliegtuig springen. 200 IQ. En dan zo ting ting ting. It's black and white. Hoe speel je Assassin? Zie je, kan ik geen Assassin meer spelen. Ja, je moet het opnieuw. Is het, dus zeg maar. Je moet toch updaten. Dan moet je al je settings dan weer gereset. Tenminste, dat was het bij mij. Dus ik moest al mijn graphic settings weer opnieuw doen. Inclusief resolutie. Oh, wat? En de wapens. Iedereen weet hoe je eruit ziet. Nou, niet iedereen. Want toen ik met Guus bij dat ding was, ik weet niet. Niet heel veel mensen hebben dat volgens mij gezien, hoor. Maar dat maakt niet uit. Maar dat was op zich ook niet echt, zeg maar, de bedoeling. Het was gewoon zo van, hey, wij hebben hier ook webcams. Willen jullie eentje lenen? Het was zo van, oké, ja, kunnen we twee doen. Dus het was niet echt een face reveal planning. Laat ik het zo zeggen. Wat is stretched? Dat jouw beeld, zeg maar, wat ik nu heb, dat het een beetje breder is. Maar de meldingen zijn echt fucked up, dus. Ze zijn echt shit. Want ik startte in de stream, ik zag al 4 kijkers staan. Toen dacht ik, oh. Meldingen? En toen zie iemand al zo de meldingen zijn doodoo. Ik hoor nu een turret. What the fuck? Ik kan hem niet raken vanaf hier wel. Dit is zo kut. Nee, ik kan hem gewoon niet raken. Ik heb ook bijna geen match meer. Er komt ook nog een vliegtuig op mij. Face was al bij de game al, ja, maar dat was eigenlijk niet echt een face reveal. Het was zeg maar niet echt de bedoeling, dus. Maar niet iedereen had mij toen gezien, hoor. Heel weinig mensen hadden het volgens mij gezien. Oh, hij is zo fucking weak. Hij gaat er sowieso vanaf. Ja, of hij is dood. Hij was ook weak. Oeh, 7 minis. Maar door. En een keer met kijkspellen. Ja, binnenkort denk ik wel. Maar nu vooral even solo's. Vind ik zelf chiller. Waar kan ik zijn hoofd zien? Nou, niet op dit beeldscherm. Als we de 200 kijkers. Want het is wel een beetje gelukt om een chille background te maken. Maar dat doe je eens met kijkers. Ja, binnenkort ga ik dat wel doen. Maar Anker die had vanmiddag met kijkers gaan, dus. Dus yeah. Wel echt hele mooie grijze wapens. Ribbot. Oh ja, ja, heel toevallig heeft Guus net de bot aangezet. De timing. Heb ik nog niet eerder gezien. Is al geloot, natuurlijk. Mag. Maar ik heb een vliegtuig gepakken. Oh. Ik kan hier niet. Oké. Okay. Ik kom niet omhoog of zo. Hier zo. Dat deed damage.
zit er niet in hoor. Oeh, kom maar door. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dit is heerlijke loot. Hij zit erin. En nu gaat hij in een vliegtuig. Shit. Zijn dat allemaal geen hits op hem dan? Ik heb hem. Mag je als epic friend? Je mag me adden, maar ik ga niemand accepteren. Anders moet ik natuurlijk iedereen accepteren en dan. Ja, dan wordt mijn friend helemaal vol. Want ik vroeger deed ik dat wel altijd. Ik accepte gewoon iedereen. Toen had ik echt bijna 300 friends. Dat is heel kut als ze nou allemaal gaan inviten. Daarom doe ik niet meer. Maar we hebben 60 kijkers, ondanks ripte meldingjes. Welkom allemaal bij de stream natuurlijk. Vergeet natuurlijk niet te liken. En natuurlijk ook even de stream delen, want als we 200 kijkers hebben, dan ja, dan ga ik maar even mijn webcam zo ptsch, draaien en dan bam, facial reveal. Soort van man. Je cam gekocht? Nee, ik heb geen cam gekocht. Ik ga nog wel een cam kopen. Ik weet al welke ik ga halen. Ik ga die C922 halen ofzo. Maar ik ga hem eind van het jaar ga ik hem halen, denk ik. Als er tryouts komen voor FNL, is er dan ook de limiet van hoeveel wins je moet hebben? Nee. Ja, maar al heb jij bijvoorbeeld 5 wins. Ja, dan is het. En je hebt bijvoorbeeld best wel potjes gespeeld, dan is de kans waarschijnlijk heel klein. Maar heb jij bijvoorbeeld 200 wins, je hebt 200 potjes gespeeld. Ik speel niet zo heel veel mee, maar toch heel goed. Ja, dan heb je een kans. Dan kan je gewoon try-outs doen. Even een duwtje doen, heb je als vriend. Ja, nee, ik ben even solo's. Yo, wat op XXX. Hele mooie man. Hele mooie naam. Autobans, ik heb de GT. Nee, GXT 252 van Trust. Dat is mijn mic. Kut, sorry. Kut ding. De 8 keer facecam helemaal niet. Ik heb 0 keer facecam gedaan. 0 keer. Alleen toen in bij die game al, maar. Oh, what the fuck, ging er die boom in. Maar dat was niet echt. Ja, dat was. Was gewoon. Nee, ik weet niet waarom. Kwam je mic met die standaard? Ja, die mic heeft een standaard bij. Die e-sport dinges, ja. Maar het was echt shit eigenlijk. Daar zo, man. Dat was wel jammer. Er was helemaal niemand. Wij waren echt de enige. En dan zat er nog zo'n ventje naast mij. Met zijn moeder erachter. En die ventje die ging dood. Ik ging door rage. Ik ging helemaal stuk. Ja, Romano, jij bent nu heel speciaal. En mijn games 3. Oh ja, oké. Maar dat zijn niet. Precies deze mensen die dat hebben. Oh, fuck. Die dat hebben gezien. Ze hebben dat niet allemaal gezien. Oeh, die heb ik al. Een vierde kaart heb ik. Ik heb een GTX 1070. Alles goed, ja, maar mij gaat alles goed. Hoe gaan we met jou, kermens? Eén bot. Kijk, nu komt hij op mij diven.
Kijk, maar dat kan die niet. Doe ik gewoon zo. Nee. Ha, 200 IQ plays. 200 IQ. Dit heb ik altijd al eens een keer willen proberen. En nu is het ook gelukt. 200 IQ. Clip it. Ik heb dit nog nooit iemand zien doen. Zo, zeg maar, iemand op hem af laten komen met vliegtuig. Ging dan bam, gewoon in zijn vliegtuig springen. 200 IQ. En dan zo, ting, ting, ting. Wacht, wacht daar, slurp. Dat doe ik altijd. Ja, ja. Geloof je het zelf, Romano? Ik heb het al vaker geprobeerd, maar het is me nooit gelukt. En nu wel. Maar deze guy was ook gewoon slecht. Oh. En dan ging hij hier in het open healen. Maar hoe was hij trouwens niet dood? Hij had eigenlijk gewoon dood moeten zijn al in het vliegtuig. Maar dat maakt niet uit. Mets meenemen. Deze droppen. Orange petje. Vol gas. Even snel omhoog. Psych. She bait it. Wow, wat? Waarom kon ik mijn shotgun niet eerder pakken? Oké, als ik nu er dood ga. Ja, dit is echt een noob. Hoe zijn niet dood? Is die andere guy dood? Huh? What the fuck? Hij heeft zichzelf opgelast met een RPG. Hij moet wel dood zijn. Hij is 100% dood. Ja, hij is dood. Ja, kijk eens, RPG. Mooi. Nou, dat is alweer een kill minder. Verdomme. Het lijkt alsof ik iemand ook daar hoor. Komt hij nou ook hierheen of wel? Nog een vliegtuig. Dit is solo's toch? Waarom lijkt het alsof er twee man... Oh, dat zijn ze wielen. Laat maar. Het leek echt alsof er gewoon twee man erbij stond. Nee, het werkte niet. Ik wou er weer op springen. Het is moeilijk hoor. Je moet er echt tegenaan staan of zo. Kaleier is aan mij aan het snipen. Die daar zo. Leuk. Het was toch niet hij. Het was een andere. 110 kijkers. Ja, bijna de 200. Oh, wacht. Oh, ja. Mijn keyboard is gebroken, man. Echt. What the fuck? Ik liep automatisch. Ik loop soms gewoon zomaar, terwijl ik niks druk. Hoeveel mensen heb je dit seizoen al? Ja, 6 of zo. Ik heb niet heel veel gespeeld. Ik ga het gewoon daarin, want er lag nog een big shield. Wat keyboard heb je? GT Trust GXT860. Niet doen. Tevens. Vind je zo irritant met die fucking heavy sniper hoor. Hij gaat me straks nog wel echt raken ook zo uit de lucht. Dan ben ik gewoon dood.
Oh. Wat? Autolopen is een glitch. Oh, laat maar. Ik dacht dat mijn toetsenbord kapot was. Ja, psych. Wat? Dat edit is ook shit bij mij. Eigenlijk die RPG pakken, hè? Maar hij rent nou weer weg. Wat een pussy. Ik ga die guy hem gewoon laten pushen. Echt een noob die daar achter de boom. Ik moet even weten waar deze guy is. Oh, die zit daar genoeg. Ga jij nog wat doen achter die boom? Of ga je alleen heel dat gewoon zo op hem aimen en niet schieten? Daar heb ik niet veel aan. Hallo, ga je nog wat doen of wat? Idiot. Die andere loopt daar. Ik zit hier lekker safe dus. Hij zit helemaal beneden. Een pushje. Nee, dan ga ik dood waarschijnlijk. Let maar op. Deze guy is een heavy sniper. En waarschijnlijk ook een hele sterke shotgun. Ik ga het risico niet nemen. Wel als ik hem bijvoorbeeld 2 keer heb geraakt met mijn... Mijn ding. Oh, heeft hij die guy net gesniped? Hij heeft hem gesniped. Wacht. Shit, dit wou ik dus juist niet. Die andere guy gaat alles exploden. Denk het dus even niet. Oeh, goede timing. Oh, ik heb hele koude handen. Pak die RPG. Nee, ik ga die RPG niet pakken. Ik heb echt hele koude handen. Deel dus. Huh? Oh, ja. Het is echt Facebook. Ja, klopt. Op Insta. Nou, op Insta valt eigenlijk nog wel mee dat daar nog ineens neer. Maar bij die game ding. Game Arena, woensdag. Waarom heeft die guy zoveel moeite met zo'n noob? Even serieus. Ga je toch niet echt mee, hè? Volgens mij is die guy met die heavy snipers geen zo heel goed. Maar probeer het gewoon te tryharden. Geloof me, die guy achter die boom is niet zo heel goed hoor. Die had je nou al lang dood moeten hebben. Ik ga wel echt heel hard lachen al. Komen ze straks naar me toe en is het alleen die noob. Ik ga nou toch niet vertellen dat het een noob is. Oké, mooi. Mooi. Als dat zo was, hè? Weet ik het ook niet meer. Mag ik ook een hit nog? Dankjewel. Hallo? Oh, what the fuck? Ik kan het zeggen, dat was een hit. Ik schrok hier gewoon legit van. Wat de...